Ik ben bekend of onbekend in een rijtje met namen. Toch heb ik onbereikbaar bereik en bereik oneindige paden. En ik ben nooit alleen maar bijna altijd samen. Ik ben dankbaar, zo zet ik stappen vooruit in allerlei fases. Is het allesomvattend van alles beamen. Dagelijks ben ik een entrepreneur en zie ik alles in kleuren dat staat los van kaders. En als bruggenbouwers in een wereld vol vooroordeel brengen wij werelden samen. Samen. Kijk, een foto zegt meer dan duizend woorden. Een uitleg hoe ik ben geworden, wie ik ben en wat ik doe is moeilijk. Net als bij mijn voorgangers heb ik eigenlijk meer dan twintig keer twintig seconden nodig. Bij deze is slechts een impressie, niet op chronologische volgorde, over hoe het bij mij ongeveer is gelopen. Het begon allemaal met dromen, doelen stellen en winst behalen. Vervolgens de juiste mensen om me heen herkennen want alles is er al. Spreek het in clichés zoals, als je meer wilt, moet je vaak ook meer betalen. In mijn geval was dat investeren en meters maken, reflecteren en leren, dingen afleren, van alles en nog wat voor het eerst uitproberen, waarvan ik dacht dat het wel voor mij was. Pippi zei, ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Zoiets. Anyway, steeds meer afstand nemen van dat wat was, bracht mij dichter bij mezelf. Dichter bij mijn kern als praatjesmaker. Ik werd wij... En wij samen stonden acht jaar lang bekend als brandwerk. Samen dromen, samen meters maken. Van podium naar podium, stad naar stad. En zelfs de grote prijs van Nederland in die finale. Jullie kunnen het googelen als jullie meer willen weten. Goed, we gingen van visualiseren tot het onmogelijke realiseren. Touren met onze helden die samen één groep vormden. Destijds waren zij de crème de la crème van de Nederlandse hip-hop. Oftewel Great Minds. Ik kan alleen maar trots zijn als ik terugkijk op die periode. Wij. Wij waren het bewijs dat je niet superbekend hoefde te zijn om publiek los te krijgen. Wij, wij zagen onszelf als regisseurs van de atmosfeer en lieten dat keer op keer weer blijken. Zelfs op de verjaardag van Willem in 2014 in Dordrecht speelden we onszelf in de kijken. Het was niet het geld, maar het waren juist vele ervaringen en dat maakte ons rijker. Ik kan nog zoveel meer vertellen over brandwerk, maar had ik al verteld dat ik in Dordrecht ben opgegroeid? En dat ik in 2009 ben gestopt met mijn opleiding aan de kunstacademie om vervolgens te gaan voor het onzekere bestaan als ondernemer. Naast het avontuur met brandwerk start ik samen met Wesley Loos het platform Woorden, worden Zinnen op. Een podium voor woordkunst in de breedste zin van het woord, waarbij het niet alleen draaide om de artiesten, maar ook om de sfeer eromheen. Alles in een feelgood setting. En omdat taal van iedereen is en omdat we elkaar pas gaan begrijpen als we naar elkaar luisteren. Daar waar woorden zinnen worden, wordt er nog steeds geluisterd. Wes als de man achter de schermen en ik als programmamaker. Op een gegeven moment de man op het podium, het gezicht van, want praten is zeg maar mijn ding. Wij werden de brug tussen verschillende werelden. We hadden edities in een hoop steden en zalen, op de meest bijzondere plekken, bijna altijd met hetzelfde recept. En alles gaat nog steeds prima samen, als de setting klopt. Hoe was het geweest als ik niet mijn gevoel had gevolgd en niet met mijn opleiding was gestopt? Geen idee. Wat ik wel weet, is dat van alles nu mogelijk is. Nu mijn onzekerheid, nu onzekerheid mijn grootste zekerheid is. Het zit hem in, vertrouwen hebben in je talenten, focus op jezelf en alle geven kansen herkennen. Ik kan alleen mezelf zijn en dat brengt me op plaatsen dat ik van nooit van tevoren had kunnen bedenken. Steeds weer nieuwe dromen en wensen en telkens mezelf herinneren aan hoe dingen zijn gelukt. Want ik geloof niet in geluk. Als je jezelf kunt blijven herinneren aan hoe dingen zijn gelukt, weet je wat er op zijn minst nodig is om de volgende doelen te bereiken. Er is geen controle, wel regie. En ik kies ervoor zoveel mogelijk te doen waar ik energie van krijg. Ik ben een ondernemer, een professioneel hobbyist die zijn hobby's erg serieus neemt. Het zij optreden, het zij organiseren, het zij lesgeven. Afgelopen jaren en nog steeds word ik ingehuurd als gastdocent en gebruik ik spoken word als middel. Ik ben iemand geworden die ik vroeger zelf nodig had. En met dit gegeven kom ik op scholen, bibliotheken, musea, buurthuizen, jeugdgevangenissen, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. En er zijn weinig plekken waar ik niet kom, want kracht is mijn taal en taal verbindt. Kijk, als kind kreeg ik vaak te horen dat ik te veel sprak. Ik praat te veel. Nu word ik betaald om mezelf te zijn. Word ik betaald om te delen, om te spreken, om te schrijven. En ik hoef niks te bewijzen. Vaak voelt het in TSA's werk. Ik bedoel, ik ben geworden wie ik ben door te doen, door te proberen, door te leren, door te delen, vanaf het moment dat ik ervoor koos. Lesgeven en delen bracht nog meer mogelijkheden. In 2015 was er ineens het project The Next Generation Speaks, waarbij we samenwerken zijn aangaan met zes partijen in vijf landen, in drie continenten. Van Rotterdam naar Liverpool, naar San Francisco, naar Leuven, naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Weer terug naar Rotterdam. A global community. Ik ga ineens heel snel een beetje erin omdat het te veel is om, om, te leggen, om uit te leggen. Maar dit project, The Next Generation Speaks, was en is nog steeds grensverleggend. Het ging om ervaringen uitwisselen, overeenkomsten en verschillen uitlichten en het vervolgens toepassen in de praktijk. Dankzij deze ervaringen heb ik nog zoveel meer bereikt. Mijn focus ligt nog steeds op het zoveel mogelijk samenwerken met, gro met zowel grote als kleine organisaties. Mijn kracht is het vuur bij anderen aanwakkeren door mijn eigen verhaal in te zetten. Mijn glimlach is mijn handelsmerk en terwijl ik beweeg gebeurt een hoop vanzelf. Zolang ik me hard genoeg voor blijf werken en me niet door negatieve gedachten laat beperken, ik herken mezelf in de jeugd en kan mede door mijn ervaringen wat ik heb gezien en wat ik heb geleerd in andere landen, waar soortgelijke artiesten en organisaties zich voor hetzelfde inzetten, deels de toekomst in mijn werkveld voorspellen. Ik ben niet beter dan een ander, maar een goed voorbeeld doet volgen. En ik wil een voorbeeld geven door een voorbeeld te zijn: daden spreken meer dan woorden, en dat blijkt. Het is niet mijn intentie om van anderen een schrijver te maken, voor anderen hun doelen te bepalen. Maar ik gun aan anderen hetzelfde wat ik mezelf gun. Ik kan niet verwachten dat men in mij gelooft als ik niet in mezelf geloof. Ik ben niet religieus, maar ik breng hoop. En ik heb mezelf beloofd om zoveel mogelijk van de wereld te zien en tijdens het reizen weer tot rust te, te komen. Ik zal nooit stoppen met dromen, want door te streven kom ik in beweging en door te bewegen laat ik mijn dromen uitkomen. Mijn naam is Elton Kiene en ik ben professional hobbyist. Bedankt voor het luisteren. the main file.